Kijk eens aan, gaan we weer. Goedemiddag allemaal. Gaan zo lekker een hit core lesje doen. Wacht nog een paar minuutjes tot andere mensen binnenkomen. Gaan we lekker aan de slag. Voor deze training heb je straks eigenlijk maar één dingetje nodig. En dat is een handdoekje of een matje waar je op kan liggen. Voor de rest helemaal geen materialen nodig. Hallo, hey, welkom allemaal. Hey Celine, leuk dat je kijkt. Hit core dus straks. Lekker half uurtje, focus op buikspieren, een beetje bilspieren en een beetje onderrug. High intensity trainingetje. Dus we gaan met de oefeningetjes voor ongeveer 40 seconden volle bak, lekker knallen. En dan ongeveer 15 seconden rust tussen elke oefening. Dus straks even eerst een rondje uitleggen van alle oefeningen en een korte warming-up. En dan gaan we lekker aan de slag. Wacht nog even een minuutje, tot 5 uur is en dan gaan we knallen. Voor die nieuwe kijkers ook. Niks nodig, alleen een handdoekje of een matje om op te liggen. En dan gaan we zo lekker opwarmen en aan de slag met de HIIT core van de donderdagmiddag. Oké. 5 uur. Ga lekker aan de slag. Welkom iedereen. Leuk dat jullie kijken. HIIT core. Helemaal niks nodig, zoals ik zei. Alleen een handdoekje om op te liggen of een matje. En we gaan maar gelijk even met de warming up. Aan de slag. Warming up bestaat uit twee verschillende oefeningen en het zijn core activatie oefeningen. Gaan we gelijk mee beginnen, dus ga lekker naar je matje of naar je handdoek. Voor de eerste oefening ga je straks op handen en knieën en dan ga je om en om je rechterbeen en linkerarm strekken en daarna je linkerbeen rechterarm. Ja, beide kanten doe je 10 keer. En dan gaan we daarna door naar de volgende oefening. Komt-ie. Dus bij handen en op je knieën. Begint linkerarm, rechterbeen. Komt-ie. 1. En 1. 2. 2. 3. Helemaal strekken. 3. 4. 4. Probeer ook actief je buikspieren aan te spannen. 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, laatste, 10 en 10. Oké, dat was oefening 1 van de warming-up. Dan doen we nog een andere oefening hierna. Leuk dat jullie kijken allemaal. Laat ook in de comments weten als er iets niet duidelijk is of als ik niet goed te verstaan ben, dan kom ik jullie helpen. Oké, door naar de tweede warming-up oefening. Daarvoor mag je op je rug gaan liggen. En wat je doet. Knieën de lucht in. Gebogen knieën. Handen op je benen. En dan ga je om en om. Linkerbeen, linkerarm strekken en rechterarm, rechterbeen. Zo, helemaal strekken, helemaal lang maken en terug. Helemaal lang maken en terug. Doe nog 10 keer aan beide kanten. 3. 1. 2. 3. 4. 5, 6, 7, 8, 9, dat is bijna. En de laatste, 10. Oké, dat voor de warming up. Nou, gaan we straks door. We hebben straks twee verschillende rondjes van 3 verschillende oefeningen. Voor elk rondje doe ik even een kort uitlegmomentje van alle oefeningen. De oefening doe je straks voor 40 seconden. Tussen elke oefening heb je 15 seconden rust. En van elke setje van 3 oefeningen doen we ook weer 3 rondjes.
Wordt allemaal duidelijk straks. Ga gewoon lekker aan de slag. Nou, de eerste drie oefeningen zal ik ze eerst allemaal een keertje voordoen. Voor de eerste oefening ga je op je rug liggen. Knieën gebogen, voet op de grond. Schouders van de grond. En wat je gaat doen is de zijkant van je schoenen aantikken. Om en om. Dat is 1. Oefening 2. Blijf je liggen. Zelfde positie. Handen mogen lekker op de borst. En je gaat een glute bridge maken. Zo'n bruggetje. Komt omhoog. Span je bilspier aan. En zak door tot je net boven de grond hangt. Omhoog. Bilspier aanspannen. Ook buikspieren goed aanspannen. Rustig terugzakken. Wil je het nou uitdagender voor jezelf maken? Dan doe je het met 1 meter tegelijkertijd. En dan wissel je halverwege. En de laatste oefening. Ga je op handen en voeten. En ga je om en om je knieën richting je ellebogen brengen. Dus je linkerknie breng je naar je rechter elleboog. En andersom. Om en om. Yes. Dat zijn de eerste 3 oefeningen. Daar gaan we zo lekker mee aan de slag. Mocht je vragen hebben, laat het weten. Dan kom ik bij je. En nou, succes. We gaan beginnen. Pak de timer erbij. Oké. Eerste oefening. Ga op je rug liggen. Gaan we over 3, 2, 1. Komt-ie. Schouders van de grond. En probeer de zijkant van je voeten aan te tikken. Om en om. Hou 1 tempo aan. En ga zo door. Kom maar. 25 seconden te gaan. Hou vol. Probeer je zo ver mogelijk op je voet aan te tikken. Oké, we zijn er bijna. Laatste 5 seconden. 2, 1. Oké. Blijf liggen. Gaan we zo naar de glute bridge. 10 seconden rust en dan gaan we door. Handen op de borst. Kom je omhoog. Samen knijpen. Rustig zakken. Komt ie. 2, 1. Yes. En onthoud. Denk je nou, dit is te makkelijk. Doe het met 1 been. En dan wissel je op de helft. Geef aan wanneer dat is. We zitten over 2. 1 halverwege. Dus als je het met 1 been doet, mag je nu wisselen. Span die bilspier goed aan als je omhoog komt. Ook je buikspieren actief blijven aanspannen. Klaar. Zijn er bijna. 5 seconden nog. 2, 1. Top. Nou, draai je om. We gaan even 10 seconden op adem komen. Dan gaan we door naar de derde oefening. Oké, komt ie. Ga klaarstaan. 2, 1. Linkerknie naar rechter elleboog. En andersom. Blijf ook bij deze oefening lekker 1 tempo aanhouden. En maak hem zo af. Klaar. We zitten bijna op de helft. Gaat goed. Span ook weer bij deze oefening. Eigenlijk welke oefening. Actief je buikspieren aan. Zijn er bijna. 5 seconden nog. 2, 1. Oké. Dat was 1 rondje. Dat doen we er straks nog 2 van. Ik heb nog geen vragen gezien voorlopig. Dus ik denk dat alles duidelijk is. Mocht het niet zo zijn, laat het weten. Dan kom ik bij je. Oké. Gaan we zo door naar rondje 2. Gaan we maar vast op je rug liggen. Knieën gebogen. Schouders van de grond. 2, 1. Ja, komt u weer. En aantikken. Om en om. Voor de schuine buikspieren dit. 10 gehad. 30 te gaan.
tafel. Om en om. Zo ver mogelijk op je schoen aantikken. 10 seconden nog. We zijn er bijna. Kwaar. 2, 1. Oké. Korte rust. We gaan straks door naar de glute bridge. Ik doe hem voor met 1 been tegelijk. Je mag hem ook met 2 benen op de grond doen. 3, 2, 1. Omhoog komen, bilspier aanspannen. Rustig zakken. Span ook goed je buikspier aan. Rustig zakken. Okay. Over 5 seconden wissel je van been als je het met 1 been tegelijk doet. Oké, wissel. Blijf die bilspier aanspannen als je omhoog komt. Dat is belangrijk. Oké, 3, 2, 1. Top. Draai om. Je hebt nu nog een paar seconden om op adem te komen. Komt ie, oefening 3. 2, 1. Yes, gaan we. Linker knie, rechter elleboog en andersom. Oké, 10 seconden gehad. Hou vol. Kwaar, staat al over de helft. Blijf zo doorgaan. Laatste 10 seconden. Drie, twee, één. Oké. Korte rust. Doe dit rondje straks nog 1 keer. En dan gaan we door naar de volgende oefeningen. Dit is ook een moment om even een slokje water te pakken als het nodig is. Neem die seconde even. En blijf genoeg drinken. Dat is belangrijk. Oké. Ga zo door. Rondje nummer 3. Ga maar vast liggen. Resuming your Tabata workout. Oké, komt ie. Over 3 seconden. 2, 1. Yes, exercise. Gaan we weer. Kom maar. Om en om aan tikken. Gaat goed. Hou vol. 20 seconden nog. We zijn er bijna, kom maar. Blijf doorgaan. Schouders van de grond. Oké. 3, 2, 1. Top. Gaan we straks weer naar de glute bridge. Blijf lekker liggen. 10 seconden nog, dan gaan we door. Oké. Komt ie. 3, 2, 1. Omhoog komen. Heel spier aanspannen. Rustig zakken. Zak door dat je vlak boven de grond hangt. Let's go. Hou vol. Over 5 seconden gaan we wisselen van been. Oké, wissel maar. Hou vol. En blijf goed actief die bilspier aanspannen bij het omhoog komen. Oké, 3, 2, 1. Goed. Laatste oefening van het eerste setje. Komt-ie. 3, 2, 1. Gaan we weer. Doe je knieën zo dicht mogelijk naar die elleboog te brengen. Bijna op de helft. Hou vol.
Kom maar, hou vol. Goed. Na deze oefening hebben we even kort rust. 10 seconden nog. Oké, 3, 2, 1. Heel goed. Oké. Kort pauze momentje. Workout pause. Neem dit moment even om wat te drinken. Ga ik zo even de volgende 3 oefeningen uitleggen. Kom bij je. Nou, voor de volgende 3 oefeningen. Dus de eerste. De bicycle crunch. Wat je doet, je gaat op je rug liggen. Dan begin je met je linkerhand achter je hoofd. En je rechterbeen gestrekt. Linkerbeen is gebogen. Knie gebogen. Op de grond. En dan breng je straks je knie en je elleboog naar elkaar toe. En dan maak je je weer helemaal lang. Je brengt ze naar elkaar toe. Je maakt je helemaal lang. Doe voor 20 seconden. En na 20 seconden doe je hetzelfde, maar dan precies andersom. Dan ga je met je rechter elleboog naar je linkerknie. Kort maken. Helemaal lang maken. Dat is de eerste oefening. Dan voor de tweede oefening. Draai je om. Dat is de Superman. Meer voor de lage rugspieren ook. Wat je doet, je ligt helemaal plat op je buik. En dan til je je handen en benen tegelijkertijd op. Hou je even kort vast. Als je boven bent, dan laat je rustig zakken. Boven komen, vasthouden, rustig laten zakken. Dat is oefening 2. En voor oefening 3 ga je weer op je rug liggen. Schouders hou je van de grond af. Benen gestrekt. En die ga je in kleine beweging op en neer bewegen. En dat blijf je zo doen tot de 40 seconden erop zitten. Oké, nou, dat zijn de volgende 3 oefeningen. Ik hoop dat alles duidelijk is. Zo niet, laat het me weten. Dan gaan we zo lekker beginnen. Geef maar alvast door op je rug te gaan liggen. Heb je nog 10 seconden rust voordat we beginnen? Begin straks links met je hand, rechts met je been. 2, 1, komt ie. Kort maken, helemaal lang maken. Elleboog en knie zo dicht mogelijk naar elkaar toe brengen. En weer lang maken. Oké. Over 5 seconden wisselen we. 3, 2, 1. Oké. Andere kant, zelfde idee. Dus ga nu met je rechter elleboog naar je linkerknie toe. Voilà. Hou vol. CD. 1. Oké. Draai om. Gaan we weer naar de Superman. Over 5 seconden. Komt ie. 3. 2. 1. Handen mee naar de lucht in. Kort vasthouden. Rustig laten zakken. Omhoog. Vast. Rustig zakken. Oké, dan gaan we zo door. Ook hier lekker 1 tempo aanhouden. Rustig zakken. Zit op de helft. Hou vol. Ga je ook lekker voelen de lage rugspier. Een stukje bilspier, dat ook mee. Oké, 5 seconden nog. 2, 1. Oké. Draai maar weer om. Dus straks schouders van de grond, hè? Oké, komt-ie. 3, 2, 1. Een kleine beweging maken. Nou, mocht je dit nou ook in je onderrug gaan voelen, doe even je handen onder je billen en maak hem dezelfde manier af. Oké, hou vol. We hebben nog 15 seconden te gaan.
Oh, zijn er bijna. Heel even nog. 3, 2, 1. Oké. Korte rust. Ik hoop dat alle oefeningen duidelijk zijn. Zo niet, laat me weten. Oké, blijf lekker op je rug liggen. 2, 1. Linker elleboog, rechter knie. Kom maar. Helemaal kort. Helemaal lang. Hou vol. Vijf seconden te gaan. En wissel maar. Ik was niet scherp. Ga nog 5 seconden langer door. Zodat je hem gelijk trekt. Ja. 5 seconden doorgaan nog. 2, 1. Oké. Zet je door iets langer. Workout pause. Maar dat kunnen jullie wel, denk ik. Nou, draai om. Dan zet ik de timer weer aan. Resuming your Tabata workout. Gaan we weer naar de Superman. 2, 1. Armen en benen de lucht in. Zo zakken. Oké, goed. Wordt vasthouden boven, hè? En rustig laten zakken. Hou vol. Twintig seconden nog. Oké, laatste 10 seconden. Kom maar, we zijn er bijna. Drie seconden nog. 2, 1. Oké. Draai om. Op je rug. Schouders van de grond. Komt-ie. 3, 2, 1. Een korte beweging. Omhoog en naar beneden. Ook bij deze oefening mooi één tempo aanhouden. Door, hou vol. We hebben nog 20 seconden te gaan. Kom maar. Komen we nu richting het einde van de training. Blijf doorgaan. Blijf pushen. 10 seconden nog. Oké, 2, 1. Goed. Doe hier dan nog één rondje. En dan hebben we nog een leuke afsluiter straks. Oké, 3 seconden komt hij weer. 2, 1, mag je met links. Pas je arm en rechterbeen. En na 20 seconden draai je om. Oké, komt hij aan. 3 seconden. 2, 1. Oké, andere kant. Rechter elleboog naar linker knie. Oh, hou vol. Zijn er bijna. 2, 1. Oké. Ga weer naar de buik. Oké, 5 seconden nog, dan gaan we weer. Op die. 2, 1. Omhoog komen, vasthouden, rustig laten zakken. Goed. Focus ook echt op het punt dat je hem boven vasthoudt. Zak je weer rustig in. We hebben nog 25 seconden te gaan. Hou vol. De laatste 2 oefeningen. En nog een korte afsluiter. Dan hebben jullie het weer gehad. Die seconden nog. Hou vol. 2, 1. Oké, laatste keer. Omdraaien.
Oké. Komt-ie. 3, 2, 1. Exercise. Korte beweging. Op en neer. Heel goed. Wel vol. Span die buikspieren ook aan, hè? 25 seconden nog. We zijn er bijna. Wow, 15 seconden. Heel even. Hou vol. En 3, 2, 1. Oké, lekker. Nou. Neem even kort een rustmomentje. Want we gaan zo nog even een afsluiter doen. En dan hebben jullie het weer gehad voor vandaag. Voor mijn lesje in ieder geval. Ik weet niet of jullie straks nog een leuk ander lesje gaan volgen. Ah, zo. Ik hoop dat het goed gaat voorlopig. Korte afsluiter nog. En dan zit het weer op. Oké. Nou. De oefening die we gaan gebruiken voor de afsluiter is een vrij bekende. Dat is de plank. En wat je gaat doen. Onderarmen op de grond, op je tenen. Komt omhoog. Spant je buikspieren aan. Zorg ervoor dat je niet te diep inzakt, maar ook niet te hoog komt. Maar mooi recht. En echt lekker actief buikspieren aanspannen. Nou. Ik ga de timer erbij pakken. Ik ga dit een minuut doen. Dan voor degene die denken, hè, minuutje planken, dat lukt me wel. Nog een leuke uitdaging. Ik ga net even wat anders doen. Je begint in een plankpositie. En dan ga je naar gestrekte armen. En dan ga je weer terug. En dat blijf je een minuut lang doen. Yes, dus... Voor de mensen die het denken dat ze dat aan kunnen, doe dat lekker. De andere, gewoon een normale plank. Oké, ga klaarstaan. Dan gaan we over. 3, 2, 1. Komt-ie. Oh. Deze is pittig hoor. Ik ben benieuwd wie deze helemaal vol kan maken. Zit op 20 seconden. Oké, halverwege. Kom maar. Hou vol. Okay, 40 seconden. Dan zijn we de laatste 20. Kom maar, laatste 10. Oké, 5, 4, 3, 2, 1. Top! Dat was hem. Nou, zo. Ik vond het pittig. Ik hoop dat jullie dat ook vonden. Nou, dat was de hitcore voor deze zondagmiddag. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de workout. En ik zie jullie denk ik aanstaande maandag weer voor een hit allround, dezelfde tijd. Ik hoop jullie te zien, zoveel mogelijk. En anders volgende week donderdag met de hitcore. Ciao!